Welkom, mijn naam is Oscar Maarleveld en ik ben kunstdocent en ik ben lid van de adviesraad in het Stedelijk Museum. En ik mag jullie een kunstwerk laten zien. En ik heb gekozen voor een prachtig schilderij van Nola Hatterman en dat heet Op het Terras. En je kan dit werk kan je op verschillende manieren bekijken. Je kan onder andere kijken naar hoe mooi het geschilderd is. Misschien is het meteen leuk om al wat details te laten zien. Het is heel erg fijn geschilderd en heel erg in detail. Je kan bijvoorbeeld de huidskleur ontzettend mooi zien en je ziet de verschillen in de handen heel mooi. De ene hand is in een vuist gebald en de andere hand hangt eigenlijk ontspannen op de stoel. Men denkt ook dat het een afbeelding is van een bekend figuur in 1930 die onder andere gebokst heeft en ook een danser was. En je ziet ook in de krant verwijzingen naar theatervoorstellingen en voorstellingen waar hij misschien in gespeeld zou kunnen hebben. Verder is het een interessant verhaal. Dat het gerucht gaat dat het gemaakt is een opdracht voor een bekende biergigant. En daar zou de verwijking van het biertje ook naartoe kunnen gaan. En het verhaal gaat dat op het moment dat Nola haar schilderij liet zien, dat de opdrachtgever het uiteindelijk niet heeft geaccepteerd. En dat zou te maken kunnen hebben met het feit dat hier een zwarte man is afgebeeld. En dat kan je je nu denk ik niet meer voorstellen, maar in die tijd waren er weinig kunstenaars die überhaupt een zwarte man verbeelden. En zij koos daar heel bewust voor. Zij vond dat er een eenzijdig schoonheidsideaal was. Dat je eigenlijk alleen maar witte mensen zag in de kunst. En ze wilde daar wat tegenover stellen. En ze heeft hem dus heel trots en als een gentleman verbeeld. En op een krachtige houding. En dat zou ook met zijn zo'n postuur zou ook zijn kracht kunnen uitstralen. Verder is het een heel mooie compositie. En zie je heel mooi het contrast tussen alle tinten en vrolijke kleuren op de achtergrond en eigenlijk meer de gedempte tinten en donkere tinten van zijn hele kleding en zijn gezicht. En je ziet ook dat het echt geregisseerd is. Zij is een kunstenares die zelf ook theaterachtergrond heeft gehad. En het lijkt echt alsof het een scène is die in een voorstelling of in een film zou kunnen zijn. En daar wil ik meteen een opdracht aan verbinden. Ik wil jullie een opdracht meegeven waarin je zelf probeert een scène te creëren. En dan een werk te maken. Dus de opdracht is, maak een werk waarin een buitensituatie binnen plaatsvindt of andersom. Je zou kunnen denken aan dat je zelf staat te tennissen bij de eettafel, in je sporttenu, in de actieve houding. Of dat je juist je matras op het balkon legt en probeert daar een slaapsituatie of een droomsituatie te maken. En dat kan een tekening worden of een videowerk of een foto. Dat is aan jezelf. Succes!